Terwijl Star News aangeeft dat het doek voor governor Robert Gray van Trik is gevallen, zegt Dagblad De West dat van Trik zelf is opgestapt. Onze nieuwsdienst verneemt uit betrouwbare bron dat van Trik inderdaad zelf zijn ontslag heeft ingediend. Het gesprek met de governor is vanmiddag afgerond en de regering heeft het ontslag aanvaard. Van Trik zou hebben aangegeven niet meer samen te kunnen werken met de Raad van Commissarissen. De RVC-voorzitter Vijay Kirpalani om een reactie gevraagd, zegt zich voorlopig van alle commentaar te onthouden. Wij vernemen echter van onze bron dat de president de RVC gevraagd zou hebben niet in de publiciteit te treden. Dagblad De West meldt verder dat de governor van de regering en in het bijzonder de minister van Financiën verwacht dat zij met de verklaring uitkomt, waaruit moet blijken dat hij gevrijwaard wordt van alle aantijgingen. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakbond bij de Centrale Bank, zegt in een telefonisch interview niet op de hoogte te zijn van het ontslag van Van Trik. We hebben dus gisteren een meeting gehad met de RVC en de directie. En het enige wat ons toen is geïnformeerd, is dat het onderzoek begin komende week wordt afgerond. Ja, en dat we daarna gedetailleerder worden geïnformeerd. Ja, op de vraag over wat er precies onderzocht wordt, kan men ons nog geen antwoord geven, maar ze hebben gevraagd dus het onderzoek af te wachten. Het ontslag is ook een beetje als een verrassing bij ons aangekomen. Verrassing in die zin. Ja, dus dat we dachten dus dat maandag daar meer duidelijkheid in zou komen. Dus wij wachten wat dat betreft de officiële berichtgeving af. Wat wel hoog voor ons staat, en dat hebben we dus ook aangegeven aan de leiding en de RVC, dat als vertegenwoordigers van de RVC, dat voor ons hoog staat de integriteit van die bank. Ja. Toch? Als zaken die daar gebeuren, die door het licht kunnen, dan moet onder alle omstandigheden de integriteit van de bank beschermd worden. Dus we gaan ervan uit dus dat zo'n besluit ook in dat kader is genomen. Ja, in het kader van het beschermen van de integriteit van die bank. Maar we wachten dus de officiële berichten begin komende week af. Berenstein zegt dat indien het handelen van de governor de integriteit van de bank in gevaar zou brengen, zijn vertrek geadviseerd zou worden. Volgens hem brengt de huidige situatie de arbeidsrust in gevaar. Berenstein heeft na gisteren geen contact meer gehad met de directie of de RVC van de bank. Hij gaat er dus vanuit dat de bond maandag of dinsdag geïnformeerd zal worden. Berenstein benadrukt dat hij nog niets van de regering heeft vernomen. Overigens hebben we dus niet begrepen, we hebben niet, het zijn zaken die we uit de pers hebben vernomen. Ik heb nog geen officiële berichtgeving vanuit de regering gehoord. Ja. Tenzij u me dit anders, me iets anders kan vertellen. Nee, wij hebben begrepen dat de regering met een verklaring zal uitkomen, dus wij wachten ook af. Oké, abo. Dank u wel. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakbond bij de Centrale Bank van Suriname. We spraken met hem over het ontslag van governor Robert Gray van Trik. De regering heeft vanmiddag het ontslag van hem aanvaard. Mevrouw Ingeborg Geduld Nijman is gevraagd zich te belasten met de waarneming van de governor van de Centrale Bank.